Zo, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes, een hele goede zondagmorgen deze morgen. Ja. Vandaag gaan we weer een keer een wedstrijdje beleven. Afgelopen woensdag, bekerwedstrijd tegen FC Lisse. Helaas niet gelukt om door te gaan naar de grote KNVB-ronde. We zaten in de voorrondes, FC Lisse 1-2, helaas. Pindakaas. Nee, het was jammer. Het had erin kunnen zitten, echter is het niet gelukt. Dus op naar vandaag. Vandaag mag ik weer aantreden, maar niet als verzorger. Voor afgelopen woensdag heb ik dat gedaan om Paul te begeleiden. Die heeft een operatie gehad aan zijn schouder en kon daardoor niet alles gaan doen. Dus heb ik hem geassisteerd. En vandaag ga ik weer gewoon als verzorger meewerken. Maar wel een klein beetje cruciaal. En in de zin van cruciaal is het niet zozeer qua uitslag of qua positie, maar de verzorger die daar werkzaam is. Ik heb daar een verhaal natuurlijk al verteld van een verzorger die zich had gemeld omdat ik zou stoppen dit seizoen. En die had zich gemeld en even later zegt hij, ik ga toch bij een andere club beginnen. En juist tegen die club moeten wij vandaag. Dat is jullie. Dus, dat wordt een klein beetje beladen. In de zin van, vanwege het gedoe van vorig seizoen, of tenminste van afgelopen seizoen, dat hij dus uiteindelijk niet bij ons de verzorging doet, dat ik daar nu voor moet opdraven. In zekere zin, natuurlijk doe ik dat met alle liefde en plezier, maar dat was eigenlijk niet de planning. Dan zijn er van die dingen die dan daar toch wel een beetje in doorlopen. En dat is vervelend. Dus ik ben benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Maar dan snap je wel dat het toch wel iets in zit. Iets in speelt. Maar goed. Sporten. Ja, ik heb net natuurlijk wel eventjes in de gym gezeten. Het ging niet slecht. Ik had er vanmorgen wel even moeite mee om erheen te gaan. Niet zozeer qua zin. Maar dat ik mijn sportkleren even kwijt was, kon ze nergens vinden. En toen lagen ze toch ergens op een stapeltje nog op de trap. Waar ik nog niet gekeken had. Maar goed, daarmee was het natuurlijk wel dat ik dan in tijd iets verkort was. Dus, ja, niet het hele schema af heb kunnen maken. Maar goed, ik ben er niet voor geweest. En dat is dan toch wel weer belangrijk. Ik had ook kunnen zeggen dat ik de kleding niet gevonden had. Zo van, weet je, zak hem erin. En dan sla ik hem al over. Dan skip ik hem alleen, weet je. Nee, dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik ben toch gewoon gegaan om, al is het dan maar voor een uurtje of drie kwartier, dat ik dan toch eventjes in de gym bezig ben geweest. Dat vond ik dan weer belangrijk. Dus, bij deze had ik weer eventjes lekker drie kwartiertjes een beetje, ik wil niet zeggen pijn gedaan, maar een beetje geactiveerd. Loopband gelopen weer 12 minuten. Mijn tempo ben ik langzaam een klein beetje opschroeven op de loopband. Nu had ik de laatste 2,5-3 minuten alweer opgeschroefd naar 10 km per uur op de loopband. Dat is als je buiten loopt, is dat volgens mij, en zit je ergens rond de 9,5 per uur. Scheelt iets. Dat je natuurlijk weerstand hebt. Zo langzaamaan gaat dat ook weer beter. En ik hoop dat het nog een beetje vast te houden. Wat ik vorige keer al zei, dat ik nu deze tijd ga nemen om in dat ritme te komen van het hardlopen. Dat ik mijn kuiten niet meer ga voelen op de 12 minuten. Dat ik dan langzaamaan mijn tempo een beetje ga volgen. Zodat ik dan straks, als het dan weer, na de winter, weer goed weer, zal ik dan wel weer gewoon naar het bos kan om daar weer te gaan hardlopen. Dus dan ben ik nou aan het vooroefenen, of aan het oefenen voor
straks februari, maart, april, om dan weer naar het bos te gaan. Dus dat is een beetje mijn schema die ik nog ga aanhouden. Om straks weer naar het bos te gaan. Dat dus. En niet meer. En niet minder. Ja. En toen hadden we gisteren ook nog open dag op het werk. En dat was ook leuk. Dat was ook gezellig. Maar goed. Ik ben weer thuis. Zoals jullie zien, auto is al gestopt. Dus, dan zeg ik bij deze even een duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. Ik heb verder nog geen reacties gelezen van de vlog van vorige week. Een stukje over dat motorrijden en zo. Maar goed, komt goed. De views gaan al een beetje omhoog. Gemiddeld worden mijn views iets meer bekeken. Dus daar ben ik er helemaal trots op. Super bedankt, alvast. Dus bij deze ga ik afscheid nemen. Nogmaals, even blauwe duimpje omhoog. Even abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer. Ik zeg de groetjes. Ciao.